bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb weer een favoriete video voor jullie van de maand juli. De maand juli is natuurlijk weer voorbij gevlogen en ik heb weer een heleboel producten mogen testen. En er zijn toch weer een aantal favoriete producten van uitgekomen. Ik heb ze bij elkaar gelegd in dit mandje. Dus ik ga jullie gewoon laten zien welke producten ik heel erg fijn vond van de maand juli. Ik begin met een nagellakje van Essence en dit is een nagellakje uit de Out of Space Stories lijn. Dit is de kleur 04 Beamy Up. Een beetje moeilijk te lezen. Maar dit is dus een nagellakje. Het is een beetje een roze paars kleurtje met een glitter erin. Ik vind hem zelf heel erg mooi. Ik zal jullie ook eventjes het applicatortje laten zien. Als dat lukt. Die ziet er gewoon zo uit. Maar met twee laagjes vind ik de nagellak eigenlijk wel goed dekken. Het is altijd een beetje lastig met glitter nagellak. Want ja, de kleur moet dekkend zijn en helemaal door de glittertjes die er dan doorheen zitten. Maar dat doet deze eigenlijk best wel goed. Het afhalen van glitter nagellak vind ik altijd best wel lastig. Maar sinds kort gebruik ik zo'n potje met zo'n sponsje erin. En dan is zelfs glitternagellak er wat makkelijker af te halen. Dus ik vond dit echt een heel geslaagd nagellakje. Helaas gaat deze uit het assortiment van Essence. Maar omdat ik hem toch heel erg mooi vond, wilde ik hem toch nog even laten zien in deze favoriete video. Dan ga ik door met deze concealer. En dit is een concealer van de Action. Hij is merkloos. Deze is in de kleur medium beige. Het is nummer 18. En normaal ben ik best wel sceptisch over coversticks, want ik vind vaak de dekking niet zo heel erg goed. Maar bij deze is dat dus echt wel heel erg zo. Je kunt hem gewoon zo omhoog draaien. Dit is de kleur. En de dekking die deze dekt wel echt heel erg goed. Ook onder de ogen, maar ook wel op plekjes. Je kunt hem ook best wel gemakkelijk nog inblenden. Dus dat viel me echt totaal niet tegen. Ook vind ik de verpakking best wel mooi, want dit is mat gemaakt. Ik zou niet direct zeggen dat dit een concealer van de Action is, want Action gaat gewoon echt heel erg vooruit op het gebied van make-up. Ook qua verpakkingen, qua texturen. Dus dit vond ik echt wel een hele fijne concealer. En dat komt denk ik ook omdat hij gewoon al een naturel look geeft. Dus het is niet zo dat je... dat het er heel anders uitziet, omdat je evengoed gewoon die naturelle look behoudt. En dat vond ik gewoon heel erg fijn van deze concealer stick. Dan heb ik een eyeliner van Essence en dit is de Cushion Eyeliner. En dit is een eyeliner met een sponsje binnenin. Ik ga het zo laten zien. Dit is een trend die uit Azië komt. Dit is gewoon 01 Black. Hij is ook maar verkrijgbaar in één kleur. En dat ziet er dan zo uit. Als je het heel dichtbij houdt, lijkt het wel een beetje kaviaar. Maar het is dus een sponsje en die is gewoon helemaal doordrenkt met eyeliner. Dus je kunt er gewoon met je kwastje ingaan. Er komt niet gelijk heel veel eyeliner in één keer uit. Vind ik persoonlijk wel prettig. Niet heel veel eyeliner vanaf. Maar hiermee kun je wel hele strakke lijntjes maken. En als je hem gewoon wat dikker wilt hebben, kun je gewoon vaker natuurlijk in het kussentje dippen. Als je hier langs het randje kijkt, ik weet niet of het heel goed zichtbaar is, zie je wat eyeliner zitten. Ik heb hem toch een beetje afgestreken, omdat dat iets is wat ik normaal ook altijd doe. Maar hij zet echt wel hele mooie strakke lijnen. Hij is best wel intens zwart. Dus ik ben wel heel erg tevreden over deze eyeliner. Ook voor deze eyeliner geldt, helaas verlaat hij het assortiment van Essence. Vind ik heel erg jammer, want ja, ik vind hem heel erg fijn. En hij is eigenlijk nog helemaal niet zo lang verkrijgbaar. Maar helaas moeten we toch afscheid nemen van deze fijne eyeliner. Dan heb ik een blusher kit van het merk Saffron. En deze komt in een doosje. Op de achterkant zie je de kleuren al. Het is een Long Lasting Cream Blusher palette, zoals op het doosje staat. Het fijne aan dit palette is dat hij gesield is. Hij zit ook nog in het plastic. Nou, dat zit er nu natuurlijk niet meer om. Maar als je hem koopt, zit hij in het plastic. Dus dan weet je gewoon altijd dat je een nieuw exemplaar hebt. Vind ik zelf altijd wel heel erg belangrijk. Dit is het doosje. Het doosje oogt wel wat goedkoop, moet ik zeggen. Ben ik niet helemaal
blij mee. Maar goed, het gaat ook wel om het product wat erin zit. De achterkant is ook roze. Het merk staat erop. En je ziet ook de ingrediëntenlijst. Het dekseltje is los. Dus het is echt een losse deksel. Waardoor je dus zo het palet overhoudt. Dit zijn de kleuren. Het zijn creamkleuren. Dus toen ik ze voor het eerst ging swatchen, waren ze echt super nat. Ik dacht echt van, oké. Als dit zo nat blijft, hoe gaat dat dan op mijn gezicht mooi eruit zien? Maar dat viel me echt totaal niet tegen. Want je kunt ze heel gemakkelijk aanbrengen met een platte kwast. Die je misschien ook wel gebruikt voor foundation. Ik gebruikte die vroeger voor foundation. En tegenwoordig gebruik ik ze voor cream producten. Ik ben zelf heel erg blij over deze kleur, vind ik heel erg mooi. Ze zijn best wel makkelijk aan te brengen en ook best wel gemakkelijk in te blenden. Want dat is natuurlijk wel iets wat je moet doen met inblenden. Want als je het met een kwast aanbrengt, zie je altijd strepen. Maar door het in te blenden wordt het effect echt wel heel erg mooi. En dat viel me absoluut niet tegen. Dus ja, ondanks dat ik de verpakking niet zo mooi en prettig vind, ben ik over de blush zelf heel tevreden. Dan heb ik nog een nagellak van Essence en deze komt uit de Next Stop Summer Collectie. Dit is de kleur 03 Made for Sunny Days. Deze heeft een roosje aan de dop die je eraf kunt halen, die eigenlijk is bedoeld als ring. Dus eigenlijk ziet dat er zo een beetje uit. Ik zou het zelf niet dragen, maar nou, zo moet je dat dus zien. Ik vond het kleurtje heel erg mooi. Leuk zomers vond ik hem wel. Het flesje is ook wat langwerpiger. Ook wel een leuk effect. Ja, hij belooft longlasting te zijn. Nou ja, goed. Daar heb ik het al heel erg vaak over. Gewoon goedkope nagellak is gewoon niet longlasting. Je hebt gewoon vaak na 1 à 2 dagen gewoon chips. Kunnen we ook niet verwachten, denk ik, voor 2 euro of misschien 1,60. Wat betaal je ervoor? Maar ik vond de kleur heel erg leuk. Ik vind het kwastje ook heel erg fijn. Ik ga dat even laten zien. En die ziet er zo uit. Echt ook heel erg mooi. Ja, het gaat dus wel om een limited editie. Dus hij ligt volgens mij nu ook niet meer in de winkel. Maar wie weet dat mocht je ergens nog benieuwd naar zijn. En wie nog in een van de kortingsbakken kunt vinden. Maar ik was wel heel tevreden over de nagellak. Gewoon omdat ik de kleur heel erg mooi vond. En ja, dat vind ik wel heel erg belangrijk. En ik vind op zich dat het roosje wat aan de dop zit ook wel een leuke toevoeging. Dan heb ik nog een nagelproduct en deze is van het Kruidvatmerk, komt uit de Nail Care line en dit is een Moisturizing Oil. Dit is overigens de oude verpakking, de verpakkingen zijn inmiddels vernieuwd. Ik denk ik laat jullie hem toch even zien, maar het gaat natuurlijk om het flesje wat erin zit, of het product moet ik zeggen. Ik vind het flesje er heel leuk uitzien. Hij is best wel langwerpig. Ik vind de vorm wel heel erg leuk. De olie die er zo doorheen komt, ziet er gewoon heel erg mooi uit. Nou, deze nagelolie die belooft gewoon dat hij je nagels minder broos maakt. Wat sterker ook. Ja, dat je nagels gewoon heel erg een boost krijgen, zeg maar. Gewoon opgepept worden, want er zit vitamine E in en vitamine F. Ik zal even kijken voor de zekerheid wat hij nog meer belooft. Hij herstelt in feite gewoon de conditie van je broze nagels. Het is gewoon zo, als je vaak je nagels lakt, wordt de conditie van je nagels gewoon een stuk slapper. Ja, dat komt natuurlijk ook omdat je nagellak remover gebruikt. En nou weet ik dat er een nagellak remover is die geen aceton bevat. Maar dat werkt gewoon ook niet voor elk type nagellak. En dan is het gewoon heel erg fijn om je nagels eventjes een verzorging te geven. En dan is zo'n nagelolie heel erg fijn. De gebruiksaanwijzing is ook als volgt. Misschien even handig om te vermelden. Je brengt het gewoon aan op je schone, droge nagels. En ook op de nagelriemen overigens. Daarna kun je het gewoon heel zacht inmasseren. Zodat het gewoon goed opgenomen wordt in je nagels. En ja, als je het om de huid, om je nagels doet, zou het nagelgroei bevorderen. Stimuleren. De overtollige olie kun je daarna gewoon eraf vegen met een tissue. Het wordt aangeraden om dit 's nachts te doen, omdat je dan toch slaapt en het gewoon heel veel tijd heeft om in te trekken.
Mijn nagels die werden gewoon heel erg lekker zacht van deze olie. Ik vind het nog niet gelijk om te zeggen van oké, ze zijn minder broos. Maar misschien heb ik het daarvoor ook niet dagelijks gebruikt. Dan zou je het echt een aantal dagen achter elkaar moeten gebruiken. Maar het is gewoon niet heel vaak zo dat ik nagellakloos ben. Nu toevallig wel, omdat ik een rot nagellak heb getest. Maar dat is nu niet van belang. Maar ja, mijn nagels werden er wel gewoon lekker zacht van. En het ruikt ook nog eens echt super lekker. Ik kan bij deze applicator niet zo goed laten zien, omdat er gelijk heel veel olie uitkomt. Maar als je een beetje door het flesje heen kijkt, zie je al een beetje de applicator. Het voelt best wel lekker aan op je nagels bij het aanbrengen. Dus ja, ik vind het wel een heel verzorgend product. Dan heb ik een blush van Essence. En dit is de Matte Touch Blush. Dat is deze. Ik heb de kleur 20 Berry Me Up. Ik vind het patroon van deze blush al heel erg leuk. Ik ga hem even openmaken. Ja, ik heb de blush opengemaakt. Het patroon is gewoon heel erg leuk. Ik vind de kleur heel erg mooi. Het matte effect, daar hou ik heel erg van. Het is niet een kleur die echt heel erg eruit springt. Waarvan je denkt, wow, wat heb jij op je gezicht gesmeerd. Het is nog een vrij neutrale kleur. Je kunt hem heel mooi inblenden. En het geeft eigenlijk wel een hele gezonde uitstraling. Je laat je wangen er gewoon iets gezonder uitzien. Nou ja, goed, dat is natuurlijk ook een beetje de bedoeling van blush. Ik vind het gewoon echt een hele fijne blush. Hij is ook heerlijk zacht. Dus ik vond dit wel een hele fijne. Misschien wordt het een beetje eentonig, maar ook deze blush gaat het assortiment verlaten. Misschien vraag je je af, waarom laat je het dan nog zien in een video? Daar wil ik eigenlijk even een korte uitleg over geven. Dit komt gewoon puur omdat ik de lijst kreeg te zien met de producten die het assortiment gaan verlaten. Ik ga dan in mijn eigen stash kijken, heb ik producten liggen die dus uit het assortiment gaan, waar ik nog niks mee heb gedaan. Die leg ik bij elkaar en die ga ik dan gewoon alsnog reviewen. Dus de kans is ook groot dat je in de favoriete video van augustus nog producten gaat zien die misschien inmiddels niet meer verkrijgbaar zijn. Maar ik doe dit gewoon puur omdat ik het zonde vind als ik er niks mee heb gedaan voor mijn blog. Dus het zijn gewoon mijn favorieten. Kijk, het hoeft misschien wat ik een heel fijn product vind, kan iemand anders helemaal niks vinden. Maar daarom zie je nu vooral heel veel producten die het assortiment gaan verlaten. Volgens mij zijn ze op dit moment ook nog gewoon verkrijgbaar. Het geld gewoon op is op. Maar de nieuwe producten die komen ook gewoon al vrij snel eraan. Dus dan betekent het gewoon dat er producten plaats moeten maken voor andere producten. Dan heb ik een oogschaduwpalette van Catrice. En dit is de Precious Copper Collection Eyeshadow Palette. Zoals je hoort, mijn Engels is niet al te best. Deze heeft de naam 010 Metallics. En op de achterzijde zie je ook een kleine tutorial. Ingrediëntenlijst staat erop. Nou, ik vind de paletten er zelf wel leuk uitzien. Die goudkoperen tekst. Maakt er wat van. Ziet er wel heel erg leuk uit. In die paletten zitten 7 kleuren oogschaduw. En je hebt nog een light en sculpt kleur. Het zijn allemaal slimer kleuren. Volgens mij alleen de sculpt kleur niet. Daar ben ik niet zeker van. Ze zijn wel wat poederig. Dat zie je ook hier en daar waarin ik gedipt heb. Maar de kleuren passen wel heel goed bij elkaar. Je kunt er wel heel verschillende looks mee maken. Ze zijn heel erg mooi op elkaar afgestemd. Het pigment is heel erg mooi. Ze blijven ook best wel goed op zijn plek zitten. Dus ik vind het gewoon hele mooie kleuren. Je moet ervan houden van alleen maar shiny kleuren. Misschien hou je meer van matte kleuren. Maar ik vind het wel heel erg mooi. En zo af en toe vind ik zo'n koperen ooglook ook gewoon heel erg leuk om te maken. Dus ik vond dit palette echt wel een aanrader. Dan heb ik wederom 2 producten van Essence die het assortiment gaan verlaten. En dat zijn deze Strobing Highlighter Sticks. Ik heb ze in 2 kleuren. Ik begin even met de lichtste kleur. Deze heeft de naam 20 Glow Up Your Life. En even het dopje eraf halen. Dit zijn gewoon van die sticks die je gewoon eigenlijk zo over je gezicht kunt aanbrengen. Je kunt ze ook met een kwast doen. Je kunt ze naar boven draaien door middel van de onderkant. En ze zijn heel gepigmenteerd. Er komt echt wel heel veel pigment af. Dit is dan ook weer eigenlijk een beetje een cream product.
Maar voor een cream product vind ik deze highlight sticks echt heel erg goed. Het is een cream to powder effect geeft die. Je kunt ze ook gemakkelijk een beetje uitblenden. Ja, heel erg mooi. Het ligt er een beetje aan waar je van houdt. Deze heeft vooral een beetje ja, een coole toon, zeg maar. Hij is toch wit. Dat zie je ook wel terug op je gezicht. Maar ik vond het niet storend. Dus dat is deze. En dan heb ik ook de roze variant. En deze heeft de naam 10 Light Up Your Life. En deze is dan al wat warmer ook uiteraard. Kun je deze naar boven draaien. Die heeft dan toch een iets warmere gloed. Ja, ze beloven een luminous glow. En die krijg je ook echt wel. Ja, ze glimmen gewoon echt wel heel erg mooi. Je ziet heel duidelijk dat je ze draagt. Dus ja, ik ben hier heel erg tevreden over. Dus deze twee strobing highlighter sticks van Essence. Dan heb ik de matte lip color van Max & More. Oftewel de matte lips. Ik heb ze nu nog even in een doosje zitten. Ik ga ze er even uithalen. Ik heb de kleur 02 Classic Red. Je hebt ze in verschillende kleuren. Helaas zie ik ze op dit moment helemaal niet bij de Action. Ik hoop echt dat de andere kleuren nog terugkomen. Want ik wil er echt veel meer van hebben. Maar goed, ik ga jullie het even laten zien. Het is een combinatie van een lippotlood en een lipgloss. Het lippotlood vind ik persoonlijk niet zo heel erg veel kleur geven. Dat ben ik heel eerlijk. Die viel me een beetje tegen. Hij is vrij hard. Je kunt er niet een hele strakke lijn mee trekken. De kleur die wijkt toch ook wel een beetje af van de lipgloss. Maar goed, dat is mijn mening. Dus het lippotlood, de lipliner vond ik ietsjes minder. Maar de lipgloss, die vond ik echt fantastisch. Het is dus een matte lipgloss. Hij heeft een normale applicator. Die ga ik jullie even laten zien. Die ziet er zo uit. Als je de lipgloss net hebt aangebracht, wordt hij niet meteen mat. Dat wordt echt langzamerhand. Zie je hem steeds matter worden. Deze lipgloss, die moet je er gewoon echt afpoetsen. Want hij is echt heel erg longlasting. Zelfs met een gewoon make-up remover doekje kreeg ik het er nog niet eens helemaal af. Toen had ik gedoucht, toen zat het daarna nog een beetje erop. Dus hij is echt wel heel erg goed. Ja, er staat eigenlijk niet op dat hij hoe lang hij zou blijven zitten. En dat is natuurlijk ook altijd de vraag, wat kan je verwachten? Ik bedoel, het is een setje van 98 cent. Maar wauw, wat een top lipgloss is dit. Dus ik hoop echt dat de Action deze weer terug gaat laten komen in het assortiment. Het is natuurlijk altijd even afwachten, maar ik wil er echt nog veel meer kleuren van hebben. Dus het is even afwachten of die weer verkrijgbaar gaat zijn. Dan nog twee producten uit een limited editie van Catrice. En dit ging om de limited editie Travelite Story. Met bootafbeeldingen erop. Ik heb allereerst het oogschaduwpaletten. Ik vind dit wel heel erg leuk en mooi gedaan. Het oogschaduwpaletten heeft een grote spiegel. Oh, jullie zien mij even zelf. Een applicatortje erbij. En dan heb je 12 kleurtjes. Echt wel weer wat zachtere kleuren. Gaat toch weer een beetje op het nude gedeelte af. Maar ik vond echt wel dat de kleuren veel pigment hadden. Ze zijn een beetje ja, poederig wel. Maar ja, dat vond ik niet zo heel erg. Omdat dat ze wel heel veel pigment hadden. Ik vind het leuk dat er gekozen is voor zowel matte als shimmer kleuren. Nou, je hebt een aantal kopere kleuren toch ook wel. Ja, we gaan toch ook weer een beetje naar het nude, het bruin tinten. Ja, een heel veelzijdig paletten. Ik heb ook gezien dat er een aantal mensen zijn die hem helemaal niet fijn vonden. Dus dat is dan best wel grappig hoe een mening kan verschillen. Want ik was er dus wel heel tevreden over. Dus ja, deze die mocht zeker niet ontbreken bij mijn favorieten. Ook in die collectie heb ik de Cool & Matte Primer Stick. Dit is dus een primer. Even kijken of deze ook een naam heeft. Deze heeft de naam C01 Transparent. En het oogschaduwpaletten heet overigens C01 Travelust. Goed, de primer. De primer die belooft mat te zijn, maar ook verkoeling te brengen. Nou, dat was het hele bijzondere hieraan.
Heel erg fijn, er zit nog een beschermkapje op. Die haal je eraf. Beschermdopje vond ik wel heel erg tof. Ziet de primer er zo uit. Niet heel bijzonder. Primersticks zijn altijd een beetje wennen. Omdat je ze gewoon random op het gezicht aanbrengt. En een beetje kunt insmeren of uitsmeren. Deze primer die is gelijk echt super koud als je deze op je gezicht aanbrengt. Dat vond ik echt heel erg bijzonder. Ik dacht echt van wauw, dit voelt echt super lekker. En vooral met een wat warmere dag. Ja, nou wil je dan heel vaak misschien ook niet zo heel veel make-up dragen. Maar wauw, wat een verkoeling biedt deze primer. Daar was ik echt heel erg versteld van. Mijn make-up bleef ook mooi op zijn plek zitten. Ja, je ziet ook wel dat mijn gezicht er ook wel echt mat door werd. Dat vond ik heel erg fijn. Want niet alle foundations die zijn tegenwoordig mat. En ja, dan als je dan ook eigenlijk een niet matte primer op je gezicht gebruikt, krijg je toch al heel snel het glim-effect. En dat had ik met deze primer absoluut niet. En ja, ik was gewoon heel erg enthousiast over dat koeling-effect wat erbij kwam kijken. Dus hier was ik ook heel erg blij mee. Dan heb ik helaas nog een product van Essence wat uit het assortiment gaat. En jongens, wat baal ik hiervan. Het gaat namelijk om de My Must Haves paletten plus refillers. Ja, ik denk dat je ze misschien wel kent. Dit is gewoon een lege palette die je koopt. Die kun je vullen met 4 of 8 van je favoriete producten. Dit is er eentje met 8. Ik heb er ook eentje met 4. Die heb ik gevuld met 4 mooie oogschaduwkleuren. En dit zijn vooral gezicht- en lipproducten die ik erin heb gestoken. Ik heb hier een fixing powder in zitten. Daarnaast heb ik een bronzer zitten. Dan 2 blushjes. Een matte en een setting blush zit erin, een highlighter, de lip base en 2 lipkleuren. Ik vond eigenlijk de producten heel erg fijn. Het zag er heel mooi uit. Het was niet alsof je de kleuren niet bij het gezicht paste. Bij mij paste het heel erg goed bij mijn gezicht. Daar was ik heel erg blij mee. Wel vind ik de pens wat te klein, dus je kunt er niet heel gemakkelijk met een grote kwast in dippen. Maar goed, dat is iets waar ik aan moest wennen. Maar over het algemeen ben ik tevreden over de producten. Maar alleen de lipproducten, dat vond ik toch wel een verhaal apart. De bedoeling is dat je eerst die lipbase aanbrengt en vervolgens breng je de lipkleur aan. Die lipbase die is heel plakkerig. Ja, wat heel logisch is, want die poeder moet op je lippen gaan blijven plakken. Maar dat aanbrengen vond ik best wel lastig. Ik heb het met een kwastje gedaan. Dan heb ik het over de lippoeder. Die base heb ik ook met een kwast aangebracht. Maar toen ging ik de poeder aanbrengen. En wat je normaal gewend bent, dus als ik lippenstift opbreng of een lipgloss, is dat ik even zo doe. Even de lippen op elkaar druk. Maar dan zag ik alweer overal lege plekken waar die poeder had losgelaten. Dus dat was echt wel heel erg apart dat zo gemakkelijk ging. Nou, toen ik eenmaal mijn lippen ermee had gedaan, vond ik één nadeel dat ik een plakeffect hield. Omdat die lipbase gewoon heel plakkerig is. Dus ik ging toevallig daarna ging ik met mijn zusje naar het dorp. En ik zat bij haar achter op de fiets. En elke keer die haren die bleven plakken aan die lipgloss of die lippoeder. Dus dat vond ik één groot nadeel. Ook is het niet super long lasting. En je ziet heel snel witte plekken. Dus dat vond ik één minpuntje. Maar voor de rest ben ik heel erg blij met deze producten. Maar ja, nogmaals. Ik vind het zo jammer dat ze uit het assortiment gaan. Want ik vind het hele concept idee gewoon zo leuk. En ja, dat is er nog maar zo kort. En het gaat er dan alweer uit. Dus dat vind ik echt heel erg jammer. Dan ben ik toe aan het laatste ding wat ik wil laten zien, want het is geen product. Dit zijn namelijk de kwasten van Real Techniques. Dit gaat om de Enchanted Eye Set. Volgens mij spreek ik het niet helemaal goed uit, maar het is best wel een moeilijke naam. Maar dit zijn dus gewoon producten voor de ogen. Dit was ook mijn allereerste ervaring met Real Techniques. Ik heb hier een first impression video over opgenomen. Die zal ik hierboven even linken. In deze set zat deze brush cup. En daar zaten dus 4 kwasten in en 1 van deze. Ik zal even met dit product beginnen. Dit is een lash separator. Dus hiermee kun je je... Ik zal even het houdertje eraf halen. Hiermee kun je je
wimpers uit elkaar vegen. Nou, deze vind ik een beetje een eng ding. Deze vind ik niet zo'n groot succes. Misschien doe ik iets verkeerd, maar dat maakt niet uit. Dit vond ik een beetje eng. Daarnaast zal ik even de kwastjes noemen die erin zitten. Dit is een shading brush. Dan heb ik een medium shadow brush. Dan heb ik nog de Essential Crease Brush. En de laatste, dat is een fineliner brush. Ja, dit was gewoon mijn allereerste ervaring met kwasten van Real Techniques. Ik heb er nooit een geheim van gemaakt. Ik wil hier heel graag op overgaan. En dit setje kocht ik met een hele flinke korting. En ja, ik ben... Sorry, ik moest even niezen. Ik ben heel erg blij met dit setje. Het zijn zulke fijne kwasten. Je voelt gewoon echt dat je kwaliteit in handen hebt. Dus mijn liefde voor Real Techniques kwasten is nu eenmaal een feit. Ik ben hier heel erg blij mee. Ik ga niet helemaal vertellen nu wat ik ervan vind. Omdat ik hier een aparte video over heb opgenomen. Dus als je daar benieuwd naar bent, kun je die even bekijken. Dan waren dit alweer mijn favoriete producten van jullie. Er zaten heel veel producten van Essence bij. Dat realiseer ik me wel heel goed. Maar ja, dat komt gewoon omdat ik meer reviews heb gemaakt. Omdat er dus heel veel uit het assortiment ging, zoals ik heb uitgelegd. Ja, ik vind het hele mooie producten. Ik ben er heel erg blij mee. Ik vind het ook leuk dat ik ze nu in mijn stash kan gaan neerzetten. Dus dat vind ik heel erg fijn. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ja, heb jij favoriete producten uit deze video die je kent waarvan je denkt, ja, vind ik ook fijn. Of misschien heb je wel producten die ik nu laat zien die je helemaal niet fijn vindt. Mag je natuurlijk altijd laten weten bij de comments. Ik wil je voor nu heel erg bedanken voor het kijken. Als je deze video leuk vond, doe even een duimpje omhoog. En als je op de hoogte wilt blijven van mijn nieuwste video's, kun je natuurlijk altijd even gratis abonneren. Ik zie je bij de volgende video. Doeg!